We zijn hier in de Mestdagcollectie, in het kabinet met werk van Alma Tadema. Dit schilderij, Romeins Park, heeft een bijzonder langwerpig formaat. Dat komt omdat het eigenlijk bedoeld was voor een paneel voor een deur in Mestdags atelier. Deze waren beschilderd door verschillende bevriende kunstenaars, veelal van de Haagse school, die net als Mestdag in de buitenlucht hun directe omgeving schilderden. De Mestdags hielden van schetsmatige schilderijen, omdat daarin het maakproces goed terug te zien was. Maar de werken van Alma Tadema vallen op binnen deze collectie, omdat die juist opvallend fijn en gedetailleerd geschilderd zijn. Alma Tadema had een succesvolle carrière in Engeland en zijn meest geliefde onderwerp was de klassieke oudheid. In dit vroege werk, Spelen varen, zien we een jonge Romein die een bootje naar de steiger trekt om met zijn geliefde een eindje te gaan varen. Op het bootje zijn motieven van Pompeji te herkennen. In Romeins Park zijn verschillende elementen uit verschillende Romeinse parken samengevoegd. De klassieke sculpturen, de fontein met zeepaarden en de twee figuren op de achtergrond zijn allemaal elementen die in verschillende werken van Alma Tadema terugkomen. Mestdag installeerde dit werk uiteindelijk niet in een deur, maar hij liet het mooi inlijsten.